Hoi, half januari tellen we weer in heel Europa de watervogels. Misschien ga jij ook weer op pad voor deze midwintertelling. Zo help je mee om de totale populatiegrootte van soorten goed in kaart te brengen. Januari lijkt met het koude weer en de korte dagen misschien niet ideaal om watervogels te tellen. Maar dit is de maand waarin vogels zich het minst verplaatsen en perfect dus om te kijken hoeveel vogels er zijn. Voor de midwintertelling gaan jaarlijks in heel Europa duizenden vogelaars op pad. En dat al sinds 1967. Eens in de 5 jaar krijgen kleine zwanen speciale aandacht tijdens de midwintertelling. Ons land is een van de belangrijkste overwinteringslanden in Europa voor deze soort. Onderzoekers hebben de ontwikkelingen uit de periode 1984 tot nu op een rijtje gezet. Hieruit blijkt dat kleine zwanen al ruim 15 jaar in aantal afnemen in ons land. Dat komt doordat de totale populatiegrootte afneemt en doordat de kleine zwanen steeds korter in ons land blijven. Ook verschuiven kleine zwanen hun verspreidingsgebied in milde winters naar het noordoosten, Duitsland en Denemarken. Daar forageren ze steeds vaker op geoogste maïspercelen. Grasland is als voedselbron steeds minder populair bij de kleine zwanen. Wil je meer weten over de midwintertelling? Kijk dan op sovon.nl/midwintertelling.